Hallo iedereen, welkom in Peters keukentje. Ik vond nog wat spinazie in de koelkast, dus ik ga een rauwe spinaziesalade maken. Dus ik heb hier mijn schaaltje met spinazie. Dat doe ik bij een olijfolie. Ik doe er ook een heel klein beetje zonnebloemolie bij, omdat hier veel vitamine E in zit. Dan doe ik er wat bij gebakken champignons. Gebakken spekjes. Dan heb ik nog één tomaatje. Peper. Eventueel wat zout naar smaak. Ik doe er geen zout op, want ik ga zo een stukje vlees bakken. En dan doe ik daar zout en peper op. En ik heb natuurlijk een beetje Parmezaanse kaas. Die gaat er ook overheen. En als je van een beetje zuur houdt, dan kan je er ook een klein beetje azijn bij doen. Maar ik hou het vandaag een beetje zoet. En dit is dan mijn rauwe spinaziesalade. En ik bak er zo een lekker biefstukje bij. En dan heb ik een heerlijke gezonde lunch. Oké, dan bedankt. Tot de volgende keer.